Nou, mooie kunststof tuindeuren, 6 scharnieren, hoppenbeslag, SKG 3 ster. Mooi 2 plaat onderin. Dat is eigenlijk niet zo heel erg nodig hier, maar toch. Het is eigenlijk bedoeld van als het regent en het komt op de grond, dat het spatwater zeg maar niet tegen het glas aankomt. Roeden in het glas vind ik zelf niet super mooi, maar is natuurlijk ja, iets mooier uiterlijk en makkelijk schoonmaken. Maar ik zou ze op het glas kiezen en dat kan ook met kunststof. Dat is natuurlijk wel nog makkelijker. 2 ventilatieprofielen. Ventilatieroosters van Duco. Gewoon met de hand te bedienen, dus niet heel erg modern, maar wel gewoon dicht te zetten. Kunststof kozijn eromheen, stalen latij. Eigenlijk een hele mooie onderhoudsarme oplossing, want je moet het natuurlijk wel gewoon schoonmaken. Deze niet heel erg duur, want het heeft geen houtnerf, dus redelijk simpel model. Wel stevig uit voor het regime. Hier meer gekozen voor veilig. Dus voor heel veilige aansluitwerk. Maar niet voor heel bijzondere kleuren of textuur, zeg maar het materiaal op het kunststof. Maar goed, alles de kosten zal ik in bericht zetten.